en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jim de Remus en jawel, ga er maar weer over zitten voor een leuke vlog. Um, ik wil sowieso al iets uh, aanhalen naar de Nederlanders. Alsjeblieft stop met die relschoppen uh, want ik heb een hele uh, artikel gelezen tientallen aanhoudingen bij rellen in Den Bosch. Jullie zijn daar niet goed bezig, hè mensen? Alle oh, mensen, come on. Ik zal het even voorlezen. Tientallen aanhoudingen bij rellen in Den Bosch. Bos starten op ruimactie. Den Bosch. De ravage is groot in Den Bosch nadat relshoppers maandagavond een complete chaos aanrichten. Honderden mensen trokken vanaf 21 uur, dus om 9 uur, door de stad en lieten een spoor van vernieling achter. Meer dan 40 verdachten zijn volgens de politie aangehouden. En dat gaat uh, nog met een hele tekst, en ik zie hier ook foto's. Echt waar, mensen, waar zijn jullie toch mee bezig? Oh, toch niet de liefdeswinkel. Laat die winkel toch met rust. Wat, heeft die... Wat hebben de winkels met jullie eigenlijk misdaan? zijn ook maar gewoon mensen die die winkels proberen op te richten. En als wil ik, met met TV probeer ook uh, van, van straat te geraken dat het eindelijk te uh, goed marcheert. Maar het marcheert nog altijd niet te goeie, hoe ik het wel. Um, ja, dus hou alsjeblieft uh, daarmee op. Want ik zal jullie ook eens de beeldjes dus laten zien. Wacht hè. Hier, citatie, mensen. Echt waar, voor de containers, allerlei. Hier een winkelruit en dergelijke. Hier fietsen op straat. Hier winkel waar ik het over had. Bron db.nl. Oh nee, bd.nl. Sorry, bd.nl. Dus uh, daar heb ik dat op gevonden. Dankjewel, uh, Dragon Master, voor dat ook weer al te melden. Want uh, de volgende titel uh, van een andere krant is. Uh, nee, wacht hè. Zorgen in Den bos. Neem het toe. Winkelcentra dicht getimmerd. Scholen eerder dicht. Allei mensen. Dat het zo ver moet komen. We hebben hier ook een nachtklok. Ja, pas om 12 uur is naast. Eigenlijk uh, heeft deze nachtklok hier in België eigenlijk heel weinig nut. Ja. En nu is er... Uh, ah ja, ik ga ook nog zeggen wat ik ook vandaag heb gedaan op het werk, Want dat is wel echt heel veel. Eén. Ons, uh, dozen, uh, nee, de plastic rond uh, de dozen uh, wegdoen. Twee, uh, dan de dozen opensnijden. Drie, uh, de bussen wat in de dozen zitten eruit halen en ontstikken en dan op de band zetten. Dan mijn, uh, dan nog vier, mijn dozen uh, bestikken. Dan moest mijn collega hij uh, gewoon van de band halen als dat terug een nieuw boeksknop zit. Uh, en die dan in dozen tasten en die dan terug stapelen. En dan om de twee uur was dat gewisseld. Dus dan moest ik dan weer al gaan intasten en dan gaan stapelen. Oh, en ik ben daar echt kapot van. Dat zijn bussen van vijf liter. Jullie denken, oh, vijf liter, dat is maar toch maar vijf kilo. Maal vier dat is twintig kilo in een doos. En dan moet je dat nog eens stapelen. En dat de hele dag door. Hè. Oh, dus dat was fucking hell. Zwaar. Echt waar, Dat is echt. echt heel zwaar. Heel zwaar. En ondertussen ben ik ook de vlog van gisteren aan het uploaden. Vlog nummer al, uh, 1049 al. Dit is vlog nummer 1050, wauw! Weer een mailpaal, 50 vlogs weer al verder in de duizend. Oh yeah. En mensen, ik jullie nog iets laten zien, misschien zien jullie het. Ocht, hè? Ja, Gender staat er dus een kabinetje. Daar gaan ze binnenkort, dus uh, beginnen te bouwen. Denk ik toch? Want daar zijn ze toch met van allerlei dingen bezig. Ik ga jullie dat proberen toch iets beter te laten zien. Je ziet helemaal ginder. Ze zijn al met de afbakingen bezig. Van hoe gaan we ons huis bouwen? deel 1 en deel 2 ik ga nu naar uh, de uh, kleine kamerke toe dan even rusten dan naar bea toe en dan uh, ja hier weer al enzo knol kijken familie kijken en ja mijn uh... raam staat niet open Mijn kassen staan hier open strange Strange, strange, strange. voila Deze gaat nu terug open. Hier, ik kan u één ding zeggen: hier komt echt heel weinig uh, kou door. Het is gewoon puur voor de uh, zuivere zuurstof door te krijgen. Dat dat ook helpt. En Mickey. Hallo. Uh, ik ga nu nog even uh, richting de kleine kamer en dan zie ik jullie allemaal Zo, straks terug. Even. Voor 10 uur uh, nog juist nog mijn boodschappen nog juist op tijd kunnen binnenbrengen. Jawel, dat staat daar. Uh. En ook ben mijn wc-papier ook al uh, in de wc gaan zetten of bij het toilet. Bij deze dankjewel om te kijken naar mijn vlog. Ik ben moe. De prooie oorsjes, dat betekent dat dat niet goed is. Ik ben moe, dat betekent dat ik heb heel zwaar gewerkt. ik heb nog, amper nog kunnen rusten. Dus nu ga ik mijn rust nemen. Ik dacht dat ik een nieuwe huisdiertje had. Toch niet. Ik heb hier, uh, ik ga ook binnenkort weer al iets verbouwen aan mijn setup. Uh, hier, want uh, mijn modem die staat niet meer hier, maar wel op mijn slaapkamer. Hier gaat dan nog een switch komen. Jullie horen het goed. Hier gaat een gigabit switch komen. Die ga ik dan ook kunnen verhuren aan LAN parties. Noem maar op. Um. En dan uh, ja, kan ik mij zo opbouwen tot ja, dat ik continu switches kan aankopen en ook kan verhuren aan LAN parties. Zo mijn retro uh, materiaal, zo Sega. Uh, We uh, PlayStation 1 en PlayStation 2. Ja, uh, yeah, die kan ik wel allemaal meenemen, ook naar een party toe. En ook met de toehorende games waar ik ook nog altijd heb, dat is um, Crash Bandicoot, uh, FIFA 97 Team Park World, Big Strike Bowling, Destruction Derby 2, Carmageddon, Crash Bandicoot 3, Rabbit, uh, Micro Machine Versie 3. Spyro 2, The Gatorade to Glimmer, en Spyro, Year of the Dragon. Dan kijk ik eens even over naar de Wii Games. Daar heb ik ook Brunswick Bowling, Pro Bowling. Uh, is zit nog, nog eentje tussen. Dat is uh, de Wii uh, Mario Kart, uh, Sonic Unleashed, uh, Seca Superstars Tennis, Topspin, Summersport uh, Party. Uh, Virtual Tennis 4. En daar voegde mij weer al een netprofiel mee weer al toe. Virtual Tennis 2009. En de Black Eyed Peas Experience. En dan voor de PlayStation 2. Daar heb ik redelijk wat games van. Moet ik ze ook nog eens opnoemen? Ja, ik kan ze ook nog eens opnoemen. AMF Extreme Bowling 2006. Dan hebben we uh, Driver. Uh, I toys Play. I toy Play Sports. Uh, need for Speed Underground 2. Need for Speed Underground. Uh, SAS Anti-Terrorist Force. Uh, ik geloof dat ik daar nog redelijk wat dingen bij kunt doen met zo'n microfoontje en al. Uh, dan heb je hier nog Agassi Tennis Generations, uh, Battlefield 2 Modern Combat. Oh, die willen ook nog alle spelen hè? Een Battlefieldje op een PlayStation 2. Oh, oh, oh. Ja, ik ben daar nog niet doorheen, hoor mensen. Dan hebben we hier ja de Network. Uh, dat is geen game. Hè? Crazy Golf World Tour. Dus daar kunnen we ook wat wedstrijden op spelen. Dus als er meerdere spelers zijn. Ja, vier spelers. Ja, daar kan ik ook ze op houden. Hè? Op landparties. Wat fun wedstrijden. Ah. Zo moet je het ook wel kunnen bezien, hè, mensen. Dan heb ik hier opnieuw uh, Roland Garros. French Open. 2003. Een heel oud spel. Dat gaat ook met twee spelers. Voilà. Dan gaan we over naar Medal of Honor Frontline. Eén speler, jammer. Dan hebben we hier nog Athens 2004. Eén uh, tot twee spelers, dus daar kunnen we ook weer wat wedstrijdjes op uh, organiseren. Als de coronatijden voorbij zijn natuurlijk. Outlaw, Golf 2, ja, moet ook wel even op de tijd letten. 1 tot 4 spelers, dus dat, daar kunnen we ook weer wat wedstrijden op spelen. Dan hebben we hier Prince uh, of Persia, The Sand of Time. 1 uh, speler. Jammer. Dan hebben we hier A2 uh, Races, Koers USA. 1 tot 2 spelers. Voilà. Dan hebben we hier, oh, daar wordt nog heel veel gespeeld, maar in de vijf versie. Grand Theft Auto Liberty City Stories. En uh, ook maar één speler. Ik had het verwacht. Dan hebben we hier opnieuw een A2 Racer World Challenge. Eén tot twee spelers. Hier, Midnight Club. Dat ging ook tot twee spelers, dat wist ik, ja. Street Racing. En dan hebben we hier nog een Aya toy play 3. 1 tot 4 spelers. Daar zit bij volleybal, bowlen, touchbone, um, DJ, je bent de band, maestro, schoonheidssalon, spoken, uh, nee, spoken vangen, trainingskamp enzovoort. Van en van. Er staat redelijk toch veel op, hoor, op die eye toys. Ik had er toch nog ergens eentje van genomen? Ah ja, hier. Wat staat hierop? Uh, 101 maffe sporten. Oké. Okay. Dat is ook wel iets heel leuks. En dan hadden we 9 en iToys Play. En daar zit het erop: 12 gekke spellen. Uh, met onder meer uh, inclusief wishy washy boxing jump. Ah, ik dacht dat ik iets zag buiten. Keep Ups en Beat Freak. Oké. Okay. Ik heb de camera hoor. Ik heb die sowieso ook al erbij gekocht. Zo, so, eh, uh, ben ik niet. Dan hebben we hier opnieuw een tennis spelletje. Smash Court Tennis Pro Tournament 2. Twee spelers. Voila. Ik kan er ook weer wel wedstrijken op spelen, hè. Hier zijn opnieuw een Need for Speed Most Wanted, Eén tot twee spelers. Oeh, We gaan echt eens naar de old school time terug terug gaan. Hè. En dan heb ik hier nog een stunt uh, stunt man ichnitian, 1 tot twee spelers. Oké. Okay. Ik ga die allemaal eens uittesten. Dan heb ik hier opnieuw een Team Park World, één speler. Dat had ik verwacht. Dan hier de WRC World Rally Championship. Meerdere spelers? Yes, twee spelers. Dan, oh, yes, eh. Grand Theft Auto Vice City. Ook nog zo'n hele oude spel. Maar jij mag weer ook met één speler. En dan hebben we hier. Jullie hebben het juist gezien. Five City? Five City? Ik <laughs> heb die twee keer, What the fuck? Oké, okay, ik heb die dus twee keren. Oeps. I did it again. En? En jullie kunnen het zeker niet geloven. Ik ben het even aan het zoeken. Dat is al mijn andere spelletjes. Wacht, hè. Heel iets geduld, hè, mensen. Want ik zag niet net weer iets verschijnen. Ah, hier. Ah, oké. Okay. Het is een ander. Ja, oké. Okay. Ik dacht dat ik nog een spelletje dubbel had. Dat was, ik dacht, deze hier. Ik heb heel veel krant auto spelletjes. Hier is San Andreas. Ook met 1 tot 2 spelers. Dan moeten we wel eens uitdokteren. Uh, wat er als tweede speler kan gespeeld worden. Ik ga al die Grand Theft Auto's toch zo wat samenleggen. En dan de bowling spelletjes, de sportspelletjes. Noem maar op. Hier heb ik opnieuw een sportspelletje. Virtua Tennis 2. Eén tot twee spelers. Voilà. En dan hebben we hier opnieuw... Ah, deze spelletje had ik uh, twee keer... A2 Races, Koes USA. Kijk maar. 1, 2. Ik ga het ook eens nog eens uh, te koop zetten in mijn uh, webstore. Dus 1. Ja, ik kan dat zo ook verkopen. Hè? Dan hebben we hier nog um, World Rally Championship Rally Evolution. Als ik het goed uitspreek. 1 tot vier spelers, dus daar kan ik ook wel competities op organiseren. Dan hebben we nog de caraway, één speler. Oké. Okay. Dus ja, als er bijvoorbeeld uh, vrije momenten zijn, dan kunnen ze ook op die één spelers uh, spelletjes ook wel spelen na de landparties. 1 tot 4 spelers, weer al een WRC, de uh, uh, WRC 3, the official game of the uh, FIA -E World Rally Championship. 1 tot 4 spelers. Mooi, 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 mooi. En dan hier, opnieuw, Driver 3. Waarom zeg ik dat opnieuw? Kitsing... <laughs> Ja, ik heb sommige spelletjes uh, dubbel, wat ook heel veel gamers uh, hebben hoor. Dan gaan we over naar uh, ja. Topspin. 1 tot 2 spelers. Dan hebben we hier nog een rally game, V-Rally. 1 tot 4 spelers. En dan de aller, aller, allerlaatste. Is perfect Ace uh, Pro Tennis. Perfect Ace Pro Tennis. En dan staat er een nummer achter. En jammer genoeg is dat maar voor één speler. Dan uh, gaan we over nog gewoon naar de Sega Games. Dat is Bungers. Cool uh, spot. Uh, Iets van McDonald's. Uh, The World of Illusions uh, van Mickey Mouse, uh, Mickey Mania en uh, Sonic comp uh, compilations. Dus bij die Sonic compilations daar zit ook uh, Sonic 1, Sonic 2 en uh, Tetris van Sonic in. Maar daar is wel een probleem aan met die Sega. Ik zoek iemand die uh, wat verstand heeft ook van televisies. Die uh, mij toch de Sega kan, uh, ja, kan, uh, kan opstarten op mijn televisie. Want ik uh, wil echt heel graag Sega spelen. Uh, Sonic de Hexox 1, de Sonic de Hexox 2 wil ik allebei uitspelen. En dan wil ik nog eens echt. Tetris spelen. En misschien ook wel op lamparties. Dan, dan kunnen we ook tetris uh, op lamparties tegen elkaar spelen. Gaat ook, dat is echt heel, heel heel tof. Dat is ook om te lachen. Want er zijn ook combinaties bij waar je ook de tegenstanders dan uh, kan uh, afmaken of afmatten. Of hoe jullie dat ook uh, noemen. En ik hoop dat jullie nu wel nog een leuke vlog hebben gehad. Hè? En ja, dat is Mr. Bean. Mr. Bean. Ah ja, bij uh, de Wii heb ik nog één spelletje niet gezegd: dat is de Wii Sports. Die heb ik ook nog. Bij deze ga ik nu uh, de vlog beëindigen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog online komt of iets anders: een livestream of zo. Allee, tot later. Yo.